Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitterende eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibi, bibladibla. Hallo lieve internetvrienden. Welkom in de vlog. Vlog 25 zijn we al. En ik ben nu een beetje gesetteld in mijn nieuwe kamer. Jullie kunnen hem hier zien. Dit is mijn nieuwe kamer. Ik heb een beamertje. Zodat ik daar boven het bed film kan kijken. Lekker in de bank zittend. Je ziet hier ook dat ik een mooie uitslaande deur naar buiten heb. En de bruidsluier van Mara en Dennis probeert naar binnen te komen. Dus ik denk dat ik daar wat aan moet doen. De bruidsluier heeft het sowieso flink overgenomen. Maar trek dan wel weer heel veel bijen aan. Ik durf niet zo hard te praten. Wanneer zou dat ophouden? Wanneer zou dat ophouden? Wanneer zou ik naturel tegen jouw camera, jullie, aan kunnen praten? Want het is voor mij best wel lastig. Dus na 25 vlogs nog steeds. Vlog 25, ik bevries nog wel regelmatig. Ik bevries regelmatig, struikel over mijn woorden. Toch heb ik vlog 25 gehaald. En dat is heel groot plezier. Yeti Girl is er ook. En dat is ook een geluk. En over geluk gesproken. De drijvende tuinen zijn geopend. De opening is geweest op 19 juli alweer. 2 weken geleden bijna. En ik had Lucky Fons de derde gevraagd of hij wilde komen optreden op die opening. En hij is gekomen. Dat heeft het helemaal afgemaakt, voor mij althans. Die eilanden die waren al een tijdje geleden daar naartoe gebracht. Te water gelaten, daar naartoe gebracht. En die hadden we volgeplant en bewaterd en op de juiste manier verankerd. En nu liggen ze daarvoor in elk geval 5 jaar en hopelijk nog langer. En Lucky Fons de derde, oftewel Otto, die heeft toch bijna 21 jaar, zei hij, in die wijk gewoond. Dus dat is heel bijzonder. Hij heeft er ook heel veel meegemaakt en hij vond het leuk om voor die wijk eens op te treden. Oh, Yeti girl. Miss Yeti. Wat ik bijzonder vond was ook dat hij vertelde dat de drijvende eilanden die daar al zijn. Er is een heel mooi huisje, 2 huisjes op een drijvende tuin van Arie Taal. Dat is een leerling van Robert Jasper Grootveld. En hij is daar een keer 's nachts samen met Linde, heet ze, op het eiland geklommen. En heeft daar de eerste kussen haar gegeven. Ja, en het leuke is, Linde en ik hebben 6 jaar lang deze buurt samengewoond. Nu wonen we samen in Zaandam. Wow. Het is heel romantisch, pa. Dus mijn grote liefde van mijn leven heb ik voor het eerst gekust op een drijvende tuin. Is dat niet romantisch? Wow. En dat niet alleen. Ik heb ook nog een lied geïnspireerd op die tijd. En dat is ook mijn bekendste, meest populaire lied op YouTube. Dus ga ik nu voor jullie zingen. Het heet Linde met E. Ik zag een heel leuk meisje. Ik zag een heel leuk meisje. Ja, toen speelde hij dus Linde met een E. En iedereen dansen. Echt te gek, ik ben ook al heel lang fan van dat nummer, dus ik was helemaal vereerd. Na zijn optreden kwam Anne Grootveld nog optreden, dat is een goede vriendin van mij. En zij heeft echt een liedje geschreven over Robert Jasper Grootveld. En ook ik heb nog gespeeched, vond ik heel eng. Daar zal ik jullie straks ook nog wel een stukje van laten zien. We zijn ook nog in een bootje geweest om water te geven, of eigenlijk gewoon de doop. Het was symbolisch water geven aan de drijvende tuinen. Later kwam mijn moeder nog op bezoek, zijn we ook nog een keer naar die drijvende tuinen geweest om water te geven. Daar heb ik nog een grappig filmpje van, dat zal ik nu laten zien. We zijn hier bij de drijvende tuinen en die plantjes hier, die kregen alleen maar het beste water. Dus bronwater, koolzuurvrij. Mama zei dat ik deze extra moest geven, want Zag er droog uit, zei ze. Ja, ik zag er echt droog uit. Ja, en die ook. Ja, ja, heel goed, Sander. Oh! En dan ga ik nu nog een stukje van mijn speech laten zien. En comments in de doobly-doo. Het
het is al veel te lang geleden, dus ik ga er nu echt een eind aan breien. Ik wil eigenlijk nog alles over die Anne Grootveld ook laten zien. En ik wil nog alles laten zien over wat er met Pride is nu aan de gang is gebeurd. Maar ik ga nu een stukje van mijn speech laten zien en dan is het einde van de vlog. Hij had het ook vaak over de grote vloed die zou komen. Nou, het is vandaag 47 graden en we kunnen ons het misschien nog meer voorstellen dan ooit dat die vloed er komt. En dat zou dan alle boten kapot slaan tegen de huizen, zei hij. Maar die vlotten die kunnen niet kapot eigenlijk, omdat ze van piepschuim zijn. Dat breekt niet, dus die blijven drijven. En daarop kunnen we dan overleven, tuinieren en de oceaan gaan bevolken. Dat was zijn visie eigenlijk.